Ik woon en werk in Antwerpen, in België. Ik werk met Scrum. Ik werk met Scrum sinds 2003. Ik heb een aantal jaren gewerkt met Scrum in een consultancy setting, als een consultant. Sinds 2010, 2011 ben ik bijna fulltime in Nederland gaan werken met Scrum. Met grote organisaties die op dat moment Scrum te pakken kregen. Ik heb daarna 3 jaar voor Scrum.org gewerkt. Scrum.org is de organisatie van Ken Schwaber, een van de 2 bedenkers van Scrum, zeg maar. In 2016, recent, heb ik Scrum.org verlaten om terug als zelfstandig Scrum consultant te gaan werken. En ik noem mezelf daarbij graag een Scrum caretaker. Xebia en ik, we zien samen een derde Scrum wave ontstaan in Nederland. Het was eigenlijk een eerste Scrum wave rond de periode 2005-2006, met al heel veel betrokkenheid van Xebia daarin. Ik was zelf heel actief betrokken in die tweede Scrum wave in Nederland, 2010-2011, waarbij heel grote organisaties Scrum wilden invoeren. We zien nu samen die derde Scrum wave ontstaan en we hebben besloten dat we die samen mee vorm willen geven. We willen samen helpen bedrijven terug die eenvoud van Scrum na te streven en via die eenvoud terug creativiteit, innovatie introduceren in hun soms heel grote bedrijven. We zien in Nederland een aantal ontwikkelingen. We doen een aantal observaties. En wat zien we gebeuren? Kleine, grote, middelgrote bedrijven willen Scrum doen. Ook heel veel bedrijven buiten de IT, buiten softwareontwikkeling willen Scrum doen. En worstelen. Worstelen om Scrum echt heel goed te doen. Maar eigenlijk vertrekt het ook nog steeds van die tweedeling business IT. Waar we eigenlijk willen helpen met Reversify of het introduceren van een Scrum Studio in bedrijven, is dat mensen over barrières, over interne grenzen heen, Scrum gaan toepassen. Scrum op productniveau, waarbij een product niet langer op een bepaald moment een IT-systeem, een applicatie, een website is, maar een consumentenproduct. Iets wat mensen echt gaan gebruiken, gaan aankopen. En daar willen we mensen helpen Scrum toe te passen, om multidisciplinair een ecosysteem op te zetten dat helemaal gefocust is op het aanbieden, maken, evolueren van een eindgebruikersproduct.